Welkom kijkers bij weer een goed nieuwe Fortnite video. Zoals jullie zien ben ik vandaag even in mijn eentje. Helaas wel, want ik kijk tegen iemand anders praten. Maar ik praat tegen jullie alleen, ja. Jullie zijn er eigenlijk ook niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ga lekker landen in Koni. Zoals ik bijna elke Fortnite potje land. Heel soms natuurlijk ergens anders, maar... bijna niet. Ik vind het hier ook gewoon lekker fijn. Ook wel dat Season 4 wat leukere plekjes natuurlijk heeft. Die staat namelijk ook zowel op de stoep of voor de deur. Nog, als ik deze video upload, misschien nog een week tot anderhalf weekje. En dan is Season 4 er al. Ik ben bang alleen dat ik hier niet kan landen. Nope. Dan gaan we hier lekker landen. Is ook nog een leuke spot. Ik zie hier ook nog wat dingen weer. Tenminste, nee, dat was niks. Hier ook niks. Ik heb een beetje zweethandjes. Ik kom niet door het zweten. Ik moet gewoon een beetje met de zoet een beetje, ja. Echt niet warm. Dat is onzin. Maar ja, als je aan je toetsenbord zit, op de controle. En je zweet gewoon, ja. Nee, wat tien keer dan. Ik heb hier trouwens een wapen. Ja, dan zweet je al. Dat zweet het gewoon. Zit ook niet lekker. Maar ja, daar valt verder is niks aan te doen. We gaan gewoon lekker gezellig opnemen. En ik probeer er gewoon lekker wat van te maken. En hoop dat jullie gewoon lekker genieten. We zijn trouwens ondertussen alweer twee video's online gekomen. Hopelijk dat jullie die hebben gecheckt. Zo niet, doe dat dan sowieso eventjes. Op het einde van de video probeer ik tenminste die twee video's te promoten. Als het lukt, denk het wel. En zo niet, dan één video. Comments staan dus ook weer open. Bij de vorige video stond het niet omdat er iets. Ja, er was iets mis. En dankjewel. Dat is het eigenlijk. Ik ga gewoon lekker spelen. Maar wil je ook niet zoveel praten, denk ik. Lekker stil. Dus ja, dat ben elke livestream ik natuurlijk niet stil. Maar ja, af en toe weet je dat ik wat van kan. Dus, dat ik wat kan vertellen. Maar ook niet altijd. Dus. Een SMG die ik totaal niet moet, maar oké. Het is tenminste een SMG. Beter is het niet. Deze ga ik even opgooien. We hebben tenminste shield, want we hebben natuurlijk al 3 minis, dus kunnen niet meer. We kunnen wel meer meenemen, maar niet meer shield krijgen. Sorry als je trouwens super te luid wordt. Ik ga binnenkort een arm regelen, dus een microfoonarm, dus dat die. Ja, hij zou over me, zo achter mijn scherm zou die kunnen, dat hij dan hangt over mijn open scherm heen. Daadwerkelijk. Maar dan moet ik even kijken. Dat zie je ook gewoon van vanzelf. Trouwens, het is geen shotgun. Dat ik een shotgun in mijn hand had. Waar zit die guy? Zie ik het nou? Bro, die was behoorlijk een aardige zaak. Die gaan we weghalen. Om daar damage aan te krijgen. Al hebben we nog barrels. Kijk, normaal gesproken zou ik even sniper meenemen, maar omdat ik, ja. Ik ken niet meer zo'n sniper zoals vroeger. Dan heeft het ook voor mij zin om mee te nemen. Wat nog wel handig is, trouwens, een AUG. Had ik die namelijk kunnen raken, kan dus nog ook wel, maar ik vind één beter met. Ja, met een AUG. Die scope kan ik gewoon 10 keer beter. Die gaan we zo even pushen. Of even pushen mij al. Ik had het weer ook. Ja.
Ik vind het een beetje een powerplek. Maar wat is er nu? Ja, ik ga je zorgen dit ook trouwens. Ik ga je zorgen voor me verbeteren met. Doe een elke keer. Prima. Met ze hebben namelijk niet en ik ben ook niet zo heel goed ingekomen. Ja, dan moet ik zo meteen bijvoorbeeld 10 potjes gaan doen en dan pas een video. Maar je is eigenlijk ook wel beter. Maar. Tja. Je kunt ook eens video's doen die helemaal niks zijn. Ik probeer natuurlijk wel gewoon normale kwaliteit dingen daarvoor te schieten. Maar het kan ook af en toe zijn. Ja, niet zo is. Maar eerst met zakken. Want voor het gaat alleen maar om met. En natuurlijk om Turk Bodies, dus dat je wordt gegriefd natuurlijk. Ik vond hem niet. Eet jullie gaan oog. Ptee. Zeg nog wat leuks in. Ik heb genoeg van één ding, hè. Handjes. Tweede dat? Derde dan, sorry. Dat is even wat beter tellen. Ik zeg wel, die SMG gaat weg. Ik wil even naar die andere twee minuten sneller. Want die moet ik ook echt wel hebben. Hopen dat het water wel loopt. Nou, met deze kan je nog pikkels of zo leren. Zie ik dat verkeerd? Ja, dat zie ik verkeerd. Nou, dan gaan we lekker door. Maar de volgende klant. Ja. Let's go. Die alleen maar spreekt. Ja. Dat weer wel. Dit is gewoon daar en dan kan ik hem daarna ook innemen. Pickpots nou innemen, medkit kan daarna wel. We hebben nog over de 50 dingen. Ik kan het trouwens wel gewoon innemen, denk ik. Moet ik dat toch maar gaan doen? Storm is niet zo snel, moet alleen wel die medkits. Nou ja, laat maar zitten ook trouwens. Zullen we het wel doen? Ja, fuck it. Meneer, die medkits als wel in, komt al goed. Meteen even opletten dat ik hem wel moet innemen. Deze neem ik mee, waarom? Omdat ik die andere punt toch niet zo chill van speel. Heb ik er wel kill mee gemaakt, maar het is wel belangrijk dat je ook met een wapen goed kan spelen, anders heeft dat nog geen zin om mee te nemen. Dus ja. Ik
Dat was niet zo goed. Weer op niet bijls. Er liggen geen bijls. Jammer. Nog een medkit. Neem we die in. En dan gaan we gewoon maar. Zo, kleine change in mijn stem. Dan gaan we gewoon maar even doorpushen. Er kwam ook een boertje hier binnen ons. Blijkbaar heb ik dan nog mijn stem een klein beetje veranderd. Maar ja, boeiend. Trouwens, de andere kant op net. Probeer trouwens mijn video's, zoals jullie misschien wel een beetje hebben gemerkt. Niet alle video's, maar probeer de meeste video's probeer ik wel gewoon richting de. Ja, 10 minuten en een kwartier te houden. Worden ze geëdit? Want dat is ook aan de orde nu eindelijk. Dan wordt het ongeveer een minuutje of 9. We gaan nu gewoon keer. Ik ga niet wachten. Mijn video is niet leuk. Jullie willen ook alleen maar content of actie zien natuurlijk. Dus dat gaan we gewoon fixen. Deze man die gaat zich inboxen helemaal met. Een beetje van de vier kijken of we mensen überhaupt kunnen gaan pushen. En natuurlijk uitkijken dat ik niet gesnijd word. Want als bij de. Ik heb geen oog, maar bij de eerste video was dat zo. Stal niet in de fik of stenen, maar dan krijg je wel een beetje damage van blijven. Ik weet niet hoe, maar ik ga lekker een beetje pushen, jongens. Als we winnen, dan winnen we, verliezen we nog verliezen. En dan ook weer naar beneden. Toch ongelooflijk hè soms, maar ik was niet helemaal ingekomen. Ja, het was, we hebben gewoon één leuk potje gehad. Veel kills kunnen farmen. We hebben in totaal 5 kills. Ik vind dat voldoende voor een videootje. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie van mijn video dus hebben genoten. Zo ja, beloon natuurlijk met een blauw duimpje omhoog. Delen kan natuurlijk ook altijd. Laat het in de comments achter. Volgens jullie dat willen natuurlijk. Als goed staat het gewoon open dit keer. Ja, dan zie ik jullie gewoon bij de volgende Fortnite video. Die is dus op een maandag natuurlijk, om 3 uur. Dus ik zou zeggen, kijk die. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ja, laters.